Iedereen heeft voortdurend meningen. En er zijn maar zo weinig mensen die het achteraf bij het rechte eind hebben. En ja, die mensen die bewonder ik zeer, historici zoals Sebastian Hafner. Mensen die heel erg goed door dingen heen kunnen kijken. Maar ja. ik weet niet of ik... Maar toen zag jij niet bij alle twee niet van dat zij door de tijd heen konden kijken en voorzienig waren. Want dat zijn ze geweest. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik zag dat... Ik kon daar op dat moment... Nee. Maar dat zou dus betekenen dat in jouw theorie... dat je pak een beetje 15 jaar nodig hebt... om te zien wat dan een uitspraak soms waard is. Vaak wel, ja. Ja. Maar ik vind dat ook niet slecht. Maar ik vind dit tot bescheidenheid ook manen. Ik vind dat mensen tegenwoordig te snel roepen van... dit is dit en dat is dat. Ja. Het is ook helemaal niet erg om af en toe te zeggen... ik weet het niet. Wat is daar mis mee? Om te twijfelen. Ja, of ik heb daar geen mening, of ik heb daar nog geen mening over. Tegenover de mensen die het juist wel weten en durven. Hè? Ja. Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat we de mening van Geert Wilders over Griekenland... of over vluchtelingen die terug moeten naar het land... even als kaas eventjes een jaartje of 10, 15 moeten laten rijpen. Nou ga je te ver. Nee, volgens mij niet. Volgens mij, in jouw stelling zou je moeten kunnen constateren... wat mensen misschien wel wachten van een opmerking van Fortuyn. En nu ze dit zeggen... In mijn omgeving zeven, ja. 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 Maar waarom ga ik dan nu te ver? Ja, daar heb ik nu inderdaad moeite mee om dat zo te zeggen. Ja. Je kunt ook zeggen, misschien heeft Mark Rutte wel verschrikkelijk gelijk. Die is historicus. Zeker, alleen nu worden alle pijlen op iemand als Wilders gericht... als die dingen zegt over Griekenland of over islam of over vluchtelingenbeleid. Mm-hmm. Als dit over 15 jaar dit interview wordt teruggedraaid... Ja, wie weet. En dan goed, zal ik ook... Zouden wij wel de durvels moeten zijn, nu zijn we niet. Ja, of de sinus. Ze zijn gewoon... Ik heb dat niet. Nee. Maar er zijn bepaalde mensen die ik inderdaad hoog heb. En jij schaadt je eigenlijk niet in dat opzicht, dus geen schande, niet onder de durvals, maar meer onder de twijfelaars en de wachtenden. Ja, ja. Ja. Maar ik, volgens mij is het ook wel goed om af en toe eens even af te wachten en te kijken. En ook te denken, ik weet het niet.